Goedemiddag, um, we zijn hier van deze middag te gast op het uh, bedrijf van Luc en Bruno van Halemees in Watervliet. En uh, Bruno, um, welk type bedrijf hebben jullie? Uh, wij hebben een gemengd bedrijf, we hebben een 100 zuigen gesloten bedrijf, een 200 dagen akkerbouw en 420 stuks Belgisch witblauw. Jullie kiezen resoluut voor Belgisch witblauw. blauw waarom? Uh, Belgisch blauw is een heel rustig ras, makras, een, een vleesras dat eigenlijk heel goede smaak, smaak heeft, kwaliteit heeft. En om met te handelen zijn dat ideale dieren. De andere rassen zijn ook wel goed, maar wij kiezen echt voor Wit-Blauw omdat dat de makkelijkste dieren zijn om met te handelen. Bruno, we weten dat het uh, werd blauw um, een typische verzorging nodig heeft. Uh, kunnen we daar wat meer schetsen? Uh, dat begint eigenlijk al op jonge leeftijd. Dan moet eigenlijk uh, voldoende melk gegeven worden, omdat het witblauw veel spieren heeft, hebben die meer uh, bepaalde uh, voedingsstoffen nodig om die spiermassa te kunnen blijven ontwikkelen. Dan moet er ook voldoende eiwit gegeven worden om de groei van de dieren te kunnen blijven aanhouden, want die dieren ontwikkelen eigenlijk op jonge leeftijd veel vlees, waardoor dat je specifieke voedingsstoffen moet toedienen om dat te kunnen blijven behouden of anders. Gaan die dieren achteruit en ben je de echte waarde en de sterkte van Belgisch wit Blauw kwijt? Ook die dieren moeten meermaals geschoren worden, omdat die ook met voldoen als die te veel haar hebben, kunnen die, hebben die ongemak. En door regelmatig te scheren zijn die dieren luchtiger, gelukkiger, waardoor dat die ook een mooier en gelukkiger leven hebben. Ons Belgisch wit Blauw. Het is wel een zeer specifiek kras, oorspronkelijk uit Wallonië, zit nu voornamelijk in Vlaanderen. Het zijn zeer bombastische en robuuste dieren. Hoe zijn we daar eigenlijk toe gekomen om zo'n prachtige dieren te kunnen kweken? Uh, dat is eigenlijk gekomen door eigenlijk de genetische selectie en steeds verbeteren van de dieren, de stierkeuze te doen. Dat we van dieren die vroeger minder bespierd waren, uh, met goed beenwerk, dat we door selectie nu gekomen zijn, die dieren heel veel spiermassa, breedte, goede rug hebben, maar toch nog een goed beenwerk hebben. En dat door puur door selectie en door de voeding en selectie genetica, dat we daardoor dit resultaat bekomen hebben. En de voeding bestaat dan voornamelijk uit producten die bij jullie op het bedrijf worden uh, verbouwd. Ja, dus uh, we hebben eigen luzerne, eigen eiwitproducten dat we zelf kweken. Uh, eigen muisproductie, uh, voederbieten dat we geven. Dus eigenlijk proberen we zo onafhankelijk mogelijk te zijn voor de opfok van de dieren. Enkel bij specifieke groei moet je wel een, een eiwitnood aankopen bij een voederfirma. Voor eigenlijk dat af te werken. Maar de opfok jongvee kan je eigenlijk met eigen natuurlijk producten volledig doen. Het zijn eigenlijk dieren die zeggen... Nu, heden, ten dagen zeer goed uh, sattelen hier bij ons in de strik en die zich goed voelen met hetgeen dat hier geproduceerd wordt. Uh, zeker, we hebben in onze landbouwstreek hebben we ideale grond gepast voor eigenlijk natuurlijke eiwitbronnen te kweken. Uh, in de toekomst gaan we ook soja produceren. Om eigenlijk onafhankelijk van invoer te zijn, dat we daardoor een, ja, ook naar uitstoot en, en voedsafdruk uh, een, een, een beter en een gezonder ras kunnen kweken naar uitstoot en import. Hij ja. spreekt altijd over uh, het antibiotica gebruik. Uh, in de v sector, dat er veel antibiotica wordt gebruikt. We uh, denken dat dat uh, de laatste jaren enorm is geminderd, ook in het wit-blauw. Uh, hoe kunnen jullie dat opvangen? Uh, door selectie en door uh, natuurlijke producten en door uh, preventief te zijn, door een vaccinatie te doen. Door, door, via vaccinaties kan je eigenlijk antibiotica gebruiken bijna helemaal niet helemaal reduceren, maar toch ver reduceren, waardoor je eigenlijk dieren kan kweken zonder antibiotica. En door sterkere dieren ook wel, uh, een, een voorbeeld door een kalfje goede opvok te geven, voldoende melk te geven, uh, ga je een kalf hebben dat gezond is, goede longen en oud heeft, waardoor dat die ook minder vatbaar gaat zijn voor later voor ziektes. Bruno, jullie hebben een uh, gesloten vleesvee, vleesveebedrijf. Uh, hoe vertaalt zich dat in uh, de opfok en de fok van de dieren? Uh, bij ons gesloten bedrijf we hebben 160 kalvingen op jaarbasis. Dus alle stieren die bij ons die blijven, die blijven 17 maanden en dan gaan die naar de Groot wardenhuis uh, De koeien die blijven bij ons totdat ze drie keer gekalfd zijn, drie kalfgeschieden hebben en dan gaan die naar een lokale beenhouwer, Watervliet en Aardvelden. En dat is meestal zo tussen de vier jaar, vier, vijf jaar. En dan heb je ook de optimale en de beste vlieskwaliteit van de dieren en ook het mooiste gewicht dat voor de beenhouwer Goed is en ook voor ons als fokker goed is. Uh, de landbouw zit momenteel veelal in de hoek waar dat de klappen vallen, wordt uh, zeer negatief bekeken. Um, We proberen daar wel uh, bovenop te komen, maar uh, wat zijn zo de gevolgen voor jullie bedrijf? Uh, wij, bij ons is er ook een bedreiging. Door het nieuwe stikstofakkoord of plan dat zal komen, gaan wij ook moeten kiezen in 2026 welke takken dat we eventueel gaan voortzetten of minderen of ma maatregelen moeten treffen voor de uitstoot te verminderen. Dus, dus zou het zou erop neerkomen dat eigenlijk... ofwel de varkens ofwel bij het rundvee dat we via maatregelen of voeding een aantal dieren moeten minderen of door specifieke maatregelen het aantal kunnen blijven. Dus er gaat investeringen vragen die twee, tegen 2026 gaan moeten gedaan worden. En dat zijn de uitdagingen die voor ons en voor veel bedrijven in Vlaanderen te wachten staan om hetgeen wat mijn ouders uh, opgebouwd hebben, om het te kunnen verder voortzetten. Jullie zijn ook uh, stagebedrijf. Dat wil zeggen dat uh, jonge gasten in, opleiding, in een landbouwopleiding hier bij jullie uh, stage komen volgen. Hoe zien jullie de toekomst voor uh, zo'n mensen? Uh, voor zo'n mensen is er zeker een goede plaats, zoals zeker op dit stagebedrijf. Uh, de hier kunnen studenten zowel met het vleesvee werken, ook wegen opvolging, voeding opvolgen, etica opvolgen. Samen met het akkerbouw kunnen ze ook met de technologie van GPS en allemaal werken. En deze zulke bedrijven zijn wel noodzakelijk of wel goed, omdat ze dan eigenlijk de studenten dan met de voeten in de praktijk komen om zo eigenlijk dan klaar te zijn voor het latere werkveld. Dus precisielandbouw is hier eigenlijk wel een woord die zeer bovenaan staat in uh, de structuur van jullie bedrijf, zowel op vlak van akkerbouw als op vlak van uh, veeteelt. Uh, zeker vandaag de dag ook naar onkruidbestrijdingen uh, on en akkerbouw. Gewicht op volging, groei bij de dieren. Enkel door precisie te werken, door GPS of door, door maandelijkse wegen, kan je effectief goed werken. En op die manier kan je een bedrijf rendabel runnen in de toekomst. Wat vind jij dan ook voor de toekomstige land- en tuinbouwers de grootste uitdaging voor de toekomst? Uh, de, het grootste gaat zijn het management, het beleid voeren. De bedrijven worden ook steeds groter. Dus om het bedrijf goed te runnen, moet je als, als, als manager of als of, of baas eigenlijk capabel zijn en ook op veel vakken onderlegd zijn. Is het, uh, technologie, informatica, administratie: moet je daarop sterk zijn, moet je daarmee mee zijn. En daardoor moet je als bedrijfsleider ook dingen laten doen, door mensen hulp, door landbouwwerk, scheerwerk, voederwerk laten doen. En moet jij structuur gewoon leiden en moet je taken uitbesteden aan de anderen. Moet iedereen die dan die in de toekomst een bedrijf wil leiden of op een bedrijf wil werken eigenlijk computerspecialist zijn? Uh, zeker niet, je hebt ook echt wel mensen nodig die echt wel heel veel zorg voor de dieren dragen, die dagelijks wel mee te werken er zorg voor dragen voeding, melkgevende kalfjes dus dat gebeurt ook, je hebt zulke mensen ook nodig maar je hebt dan ook andere mensen nodig effectief, die in sterk zijn in formatica en dat is een mooie tandem van de twee, mensen die voor de dieren zorgen, die willen doen, die niet zitten voor administratie, je hebt dan mensen die graag administratie willen doen maar iets minder voor de dieren, dus als je die twee mensen kan samenbrengen heb je een ideale combinatie voor een bedrijf te runnen? Dus de toekomst is zeker nog verzekerd, zowel voor degenen die eigenlijk gek zijn op dieren en de liefde voor de dieren hebben, en degenen die de liefde hebben voor de Informatica. Uh, zeker, het is juist dat je de hulde hu 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 middenweg en de goede combinatie moet treffen. Een goede iemand wil zeggen die met uh, verantwoordelijkheid zin voor de dieren wil werken, wil voorzorgen zorgen, de tijd wil insteken, en dan iemand anders die de zorg en de, de stiptheid heeft voor de administratie te doen. En als je die twee mensen hebt, dan is er voor iedereen een, een mooie plaats in de landbouw en in de vleeteelt. En ook in melkvee natuurlijk beschikbaar. Dus voor die sector wil dat eigenlijk zeggen? Dat een beetje een nuchtere boerenverstand overal op zijn plaats is. Uh, dat is heel mooi samengevat. Uh, met je voeten op de grond blijven staan, denken bij de basis wat er moet gebeuren en als je dat kan samenbrengen met administratie en het gewoon zond boerenverstand, gaat er voor iedereen een mooie plaatsen en gaat iedereen een, een mooie toekomst kunnen krijgen hierin. Dus dat is zeker nog een zeer mooie toekomst die de landbouw toch heeft. ook al hebben we het soms wel lastig. Er is een mooie toekomst voor ons voorzien, en ik hoop alleen dat de, 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 de politiek het ons gaat toelaten om dan eigenlijk met de, de, de beperkingen die gaan komen, toch nog het bedrijf te mogen voortzetten. Op zondag 3 september is het de Open Landbouwdag. Een dag waar we de landbouw positief in het daglicht willen stellen. Een dag met prijskampen voor melkvee en vleesvee. En uh, jij bent daar ook uh, een harde trekker voor om uh, dat, melk, dat uh, vleesvee echt in de picture te zetten en daar uh, positief mee naar buiten te komen. Uh, met hoeveel dieren ga je eigenlijk meedoen aan de prijskamp? Uh, Zonder 3 september gaan we met zeven dieren, dieren aanwezig zijn. Uh, die dieren. ...mogen er allemaal gezien zijn... ...zijn goed verzorgd, euh, begeleid... ...zijn een klein in de kunnen zoeken... ...die worden don donderdag... ...of de, de week voordien worden die dan eigenlijk... ...gewassen, geschoren... ...gaan die eigenlijk via een, een halster... ...gaan die ook leren stappen... ...dat dat voor de mensen die willen de show zien... ...of de prijskamp zien... ...dat dat een mooi gebeuren gaat zijn... ...dat ze eigenlijk overtuigd zijn van... ...dat we die zondag 3 september... ...er een mooie concours gaan van maken... ...en dat het aantrekkelijk gaat zijn voor het publiek... Voor de zondag. Ja. Uh, Bruno, wat zie jij eigenlijk als uh, de belangrijkste aspecten om deel te nemen aan een prijskamp en met je vleesvee naar buiten te komen? Uh, er zijn verschillende redenen om ten eerste zijn vier te zijn op het vleesvee, dat we het al gekweekt hebben door de genetische selectie. Uh, de tweede reden is ook om het publiek om de mensen warm te maken van het ras, dat een makras is, en voor het publiek ook. Warm te maken over bel blauw. Ook bij de mensen, het publiek dat ze weten wat ze eten. Dus als ze een stuk vlees op een restaurant eten, dan ze weten dat het een bel blauw is, dan ze ook dieren een levende lijf hebben gezien. En door de makdieren en de tamme dieren, dat ook de jeugd en de jongere mensen erbij betrekken, dan ze ook echt wel weten van dat het effectief wel in. Prijskamp is ook een sociaal gebeuren. Hey, um, meedoen is één ding. Maar ook het sociale gebeuren rond, uh, hoe belangrijk schat jij dat in? Uh, voor mij is dat eigenlijk even belangrijk. Winnen is niet belangrijk, deelnemen is belangrijker. Dus winnen we nu of winnen, zijn we derde of de derde plaats, dat is op zich niet zo erg... Als al de deelnemers, waar ik ook ik ga deelnemen, tevreden zijn van de dag, met een goed gemoed naar huis gaan op het einde van de dag, dat is het belangrijkste. En dat de mensen die deelnemen dit jaar met veel plezier volgend jaar terugkomen om deel te nemen, en dat is het belangrijkste. Iedereen op het einde van de dag met een goed gemoed naar huis gaan. En dan is het voor de deelnemer als, en voor de organisatie van de prijskamp ook een leuk gegeven geweest die dag. In de is zeker dat de liefde voor het vak. Er bij jou ook afstroomt. Het is duidelijk: je leeft voor je job, je leeft voor je dieren. Dat wil je eigenlijk ook overbrengen. Dus ik wens je veel succes volgende week zondag en hopelijk met de hoogste trofee naar huis. Dank